de sponsor voor volgend jaar, of dat dan Hugo Boss of Adidas of welk merk dat dan ook wordt, dat die graag een aansprekende naam zou willen hebben. Ja, en dan snap ik wel dat ze voor Ricciardo kiezen. Maar het is zonde van Lawson. Heeft Piastri dan nu een beetje de lijn gezet voor de andere rookies? Nou, die lijn zijn wel hoog. Ik denk niet dat er nog een rookie komt die zo goed presteert in zijn rookie seizoen. Dat is wel echt knap. Ik vond Joe al best wel indrukwekkend afgelopen seizoen. Maar ja, die Piastri. Ja, die Lawson komt wel in de buurt. Je hebt veel met hem gereisd, toch? Ja. Ik heb 2018 was hij mijn teamgenoot in de Formule 4. Dus ik heb een heel jaar samen met hem opgetrokken. Dus en hoe is dat om met hem samen te zijn? Ja, toen, dat is al vijf jaar terug. Dus toen waren we allebei wat jonger. Dus dat waren. Kijk, mijn hele Snapchat die staat nog vol van hem. Met sommige video's. Ik had een paar gedeeld op mijn Instagram een paar weken terug. Die konden wel goed, maar ik heb ook. Die kunnen misschien niet gedeeld worden. Maar nee. Nee, ja, goud jaar was dat met hem. Ik had ook nog een grappig. Toen waren we wat jonger, dus toen was hij wat makkelijker beïnvloedbaar. Dus als we na de kwalificatie zeg maar naast elkaar stonden op de startgrid. Dan kwam ik wel eens naar hem toe van. Hey, Liam. Gaat wel met je, van voel je wel oké of zo. Hij zei, hoezo dan? Ja, je ziet een beetje bleek uit. Dan ging hij helemaal aan zichzelf twijfelen. Voor mij, ik voel me ook wel slecht geslapen. Oh. Ja. Had hij een shitrace. Dus hij is wel redelijk beïnvloedbaar. Ja, toen wel. Kijk, ik zeg, het is 5 jaar terug alweer. We waren allebei wat jonger. Dus, je had er gewoon een slechte race in gesproken. De race begint al als je wakker wordt. Hè. Dit is niet als de licht uitgaan de race begint. De race begint op het moment dat je wakker wordt. Ja. Dus ook mentale spelletje, dat speelt mee. Dus dat zeg ik, nou, het was een goudjaar om als teamgenoot te hebben. Had jij dit van hem verwacht, dat hij zo nu al zo boven Tsunoda zou eindigen en punten zou pakken? Kijk, hij was al snel, de speculaties waren al in de Formule 4. Als iemand van ons team de Formule 1 in kwam, dan maakte Lawson een zeker goede kans. Ja. Tuurlijk heeft hij ook nu geluk gehad met de gebroken pols van Ricciardo. Anders had het zeker misschien nog wel een paar jaar kunnen duren voordat hij überhaupt de kans kreeg in de Formule 1 stoeltje. Maar volgens mij heb je nou gewoon op pace Yuki Tsunoda verslagen in de race. Absoluut. 11e, dacht ik toch? 11e, ja. Was een 11e en Yuki 12e. En er was geen penalties, geen andere pitstopstrategie. Het is gewoon Lawson die op pace Yuki verslagen heeft in de race. Dus ik was ook verrast dat al voor deze race duidelijk werd dat de contract van Yuki en Ricciardo voor volgend jaar werd verlengd. Ja. Dus dat hadden ze misschien nog even mee kunnen wachten om te kijken of misschien Lawson ook een. Je had het verschil gemaakt, denk je? Misschien wel. Kijk, als Lawson nou sneller is in Tsunoda, waarom zet je Tsunoda dan in de auto en Lawson niet? Ja, dus kunnen we tot de conclusie komen eigenlijk dat op pure pace moet je altijd voor Lawson en dan in dit geval Tsunoda kiezen. Maar er zitten iets meer spelden erbij. Ja, ik heb begrepen is dat de sponsor van volgend jaar, of dat dan Hugo Boss of Adidas of welk merk dat dan ook wordt, dat die graag een aansprekende naam zou willen hebben. Ja, en dan snap ik wel dat ze voor Ricciardo kiezen. Maar het is zonde van Lawson. Dat ben ik heel met je eens. Zonde. Zo'n talent. Ja, die wil je in zo'n auto zien, toch? Ja. En het is niet dat hij heel even de kans heeft gehad of zo. Een vrije training of whatsoever. Hij heeft al echt wel 3 echt wel goede races gereden. En misschien Qatar. Wellicht. Wellicht dat, wel. Dat zie ik ook nog wel gebeuren. Ze hebben geen haast, hoorde ik bij AlphaTauri. Nee, kijk, en waarom zou je? Ik bedoel, je weet toch dat je Ricciardo volgend jaar daar toch hebt. Nou, laat hem dan maar gewoon helemaal weer op volle oorlogsterkte komen voordat je hem weer in die auto zit. En dan kan Lawson nog een paar races rijden. Ja. Alleen, ik vind het zo lullig voor Lawson, omdat je denkt, ja, en dan? Weet je, hij heeft helemaal geen toekomstperspectief. Ik zou wel, als ik Ricciardo was, zou ik niet in een trainingssessie of zo samen met Lawson gaan fietsen of zo door de bergen. Want dan kan het wel zijn als samen fietsen dat Lawson even zo elleboog weer een stok tussen spaken. Ja, stok tussen spaken. Ah, andere hand gebroken. Ah. Dat is gelijk zo heftig.